bij Online Nederlands en welkom bij deze derde aflevering van deze vierdelige examentraining op basis van het VWO-eindexamen van 2018, eerste tijdvak. Als je de eerste twee afleveringen niet hebt gezien, ja, dan kun je nu beter stoppen en eerst die afleveringen zoeken en die kijken, want anders mis je een belangrijk deel. Dit is de derde aflevering en die gaat dan ook over de derde tekst van het examen. En misschien kun je je nog goed herinneren, de eerste drie teksten waren allemaal geschreven naar aanleiding van een discussiestuk binnen de Erasmus Universiteit. De Erasmus Universiteit wil namelijk de studierichting filosofie afschaffen. Nou, en daar wordt nogal op gereageerd en in het eerste stuk door Bas Heijnen. Ja, er werd gezegd van ja, dat is helemaal niet goed, want we hebben ontzettend veel technologische ontwikkelingen en die technologische ontwikkelingen die stellen ons voor moeilijke ethische vraagstukken en daar hebben we juist filosofen voor nodig. Dus we moeten die filosofie-richtingen absoluut niet afschaffen. Nou, in tekst 2 waren er drie schrijvers die ook alle drie vonden dat die filosofie-richting absoluut niet afgeschaft moest worden. Ze hadden er meerdere redenen voor, maar er werd vooral verteld, ja, de manier waarop de overheid op dit moment de boel financiert, ja, dat zorgt er juist voor dat geesteswetenschappen, zoals filosofie, dat die eraan onderdoor gaan. En juist die studies, die hebben maatschappelijk belang. Terwijl allerlei andere studies waar je gewoon lekker geld mee kan verdienen als individuele student, tenminste later in je carrière, die gaan als een malle. Maar die krijgen net zoveel geld, dus die leggen ook de nadruk op de financiering. Nou, en nu komen we dan bij de derde tekst. En ik ga het net zo aanpakken als bij de vorige twee afleveringen. Ik ga eerst kijken naar de vragen. Daarna ga ik de tekst heel precies lezen. En daarna behandel ik de vragen. Het is trouwens wel leuk, want ik zie al gelijk bij de vragen zie ik staan, filosoof, ga naar Delft. Nou, de eerste twee teksten waren met elkaar eens. Ja, filosofie, dat moet bewaard worden. Geesteswetenschappen zijn belangrijk om meerdere redenen. En hier wordt gezegd, filosoof, ga naar Delft. Delft staat vooral bekend om zijn TU, om zijn technische universiteit. Nou, dan kijk ik ook even snel wie heeft opgeschreven. En ja, dat is Rosanna Herzberger. Nou, en die is microbioloog. Dus die is in tijden van deze coronacrisis waarschijnlijk hartstikke druk. Maar over het algemeen schrijft ze hele leuke columns in NRC. Ze is best scherp. Maar ja, ze is absoluut een beta. Dus ja, in deze tekst zal een ander standpunt verdedigd worden. Maar goed. Laten we gewoon eerst even goed kijken naar de vragen. Hoeveel vragen hebben we eigenlijk? Vraag 15 tot en met 20. Oh ja. En daarna komen er overkoepelende vragen. Dus die gaan over tekst 1, 2 en 3. Oké. Nou, dit wordt dus best een lange aflevering. Zet je schrap. Ik kijk eerst gewoon alleen naar de vragen 15 tot en met... Nou, kom op. Tot en met 20. Ja, dat valt nog mee. Die gaan allemaal over deze tekst. Een schrijver kan in de inleiding van een tekst op verschillende manieren de aandacht van de lezer proberen te trekken. Nou, en waar mag ik allemaal uit kiezen? A. Actualiteit. Dus dan is er onlangs iets gebeurd. Een onverwachte vergelijking. Nou, dat snap ik niet zo goed. Een relevante anekdote. Een anekdote is een verhaaltje. Dus dan heb ik een hoofdpersoon die iets meemaakt. Er gebeurt iets. Oké. En D, het belang van het onderwerp benadrukken. Dus dan gaat de schrijver in de inleiding, in de eerste linie uitleggen waarom dit onderwerp van belang is. Dat vind ik altijd een beetje een rare. Goed. Ja, we weten natuurlijk al... dat het allemaal is geschreven naar aanleiding van een opiniestuk. Of nee, een discussiestuk. Ja, ze willen de studie filosofie opheffen. Ik verwacht eigenlijk dat A het antwoord is, maar goed.
Gaan we naar vraag 16. Waar zijn de in tekst 3 opgevoerde opiniemakers en columnisten? Nou, dan zal ze waarschijnlijk wel reageren op Bas Heijnen en dat drietal dat andere stukken in NRC heeft geschreven. Hé, alle drie de stukken komen uit NRC trouwens. Dus al die mensen van die krant die reageren op elkaar. Dat is wel leuk. Waarom zijn de in tekst 3 opgevoerde opiniemakers en columnisten volgens deze tekst tegen de voorgenomen reorganisatie en sluiting van enkele faculteiten filosofie? Oké, dus Rosanna Hersberger gaat schrijven waarom Bas Heijnen en consorten het niet goed vinden. Oké, en dan moet ik kiezen. Vraag 17. Wow, levert 4 punten op. Even kijken, en er staat, noem 4 van deze argumenten. 4 punten, 4 argumenten. Nou, er moet een opsomming zijn. Ik ga dus straks ook echt letten op opsommende signalen. Geen idee of het me gaat helpen. In tekst 3 worden verschillende argumenten gebruikt om uit te leggen dat de voorgenomen reorganisatie en sluiting van de faculteit filosofie in Rotterdam niet zo kwalijk is als ze lijkt. Aha, het is dus echt duidelijk. Ze is het dus niet eens met die voorgaande artikelen. Zij vindt het allemaal niet zo erg. 4 argumenten geeft ze daarvoor. In de hele tekst. Oh, dat is altijd wel zoeken. Nou, goed, oké. Vraag 18. Welk kopje past het beste boven alinea 4? Ja, dan zal ik gewoon echt even moeten lezen. 19. Oeh, dat levert ook 4 punten op. Dat zijn er best veel. Dus 17 en 19 samen 8 punten. Dat is meestal een vol punt. Dus in plaats van een 6 wordt het dan een 7 als je deze goed hebt. Dat is best veel. Dus wees scherp. Uit tekst 3 blijkt een mening die tegengesteld is aan die van de opiniemakers en columnisten. Ja, dat wisten we nu wel. Dit verschil van mening blijkt ook uit het ironisch taalgebruik. Oh, dat is leuk. Ironisch taalgebruik. Spottend taalgebruik. En ironie betekent vaak dat je eigenlijk het omgekeerde bedoelt van wat je zegt. Of in ieder geval iets anders bedoelt dan wat je zegt. Ja. Ja, dus als ik als leraar tegen jou zeg met zo'n toontje van, nou, dat heb je goed gedaan, dan bedoel ik het omgekeerde. Dat is ironie. Nou, en dan bij 20, een samenvatting van een hele alinea. Oh, dat is ook altijd best spannend. Dan moet je echt gewoon even nagaan, wat wil die nou zeggen in deze alinea? Zul je zien dat het een hartstikke lange alinea is. Even snel kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat is gewoon, joh, een halve pagina bijna. Oké, nou goed. We gaan de tekst lezen. En daarna ga ik de vragen beantwoorden. Filosoof gaat naar Delft. Alinea 11. Ophef in Alphaland. Nou, dan moet ik al gelijk om lachen. Alphaland, ja. Daar hoort zij dus niet bij. Ophef in Alphaland. De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam gaat reorganiseren. En de faculteit Filosofie van de Erasmus Universiteit moet sluiten. Nou ja, ik weet eigenlijk al, met deze inleiding sluit ze aan bij de actualiteit. Dus ik weet één antwoord al. Maar goed, daar kom ik later op terug. Let wel, dat betekent niet dat er geen filosofie kan worden gestudeerd in Rotterdam. Dus de gevolgen worden hier ontkracht. Het is dus niet zo erg. Hé, daar was ook een vraag over. De studie filosofie wordt naar alle waarschijnlijkheid bij een andere faculteit gevoegd en dat is heus niet zo vreemd. Ja, eigenlijk zeggen ze, dat is best logisch. Dus het is niet zo erg. Hé, daar heb ik al 2. Binnen een straal van 100 kilometer rond Rotterdam vind je 7 andere opleidingen filosofie. Ja, dat zijn er best veel. Niet één daarvan houdt een hele faculteit draaiende voor dat ene curriculum wijsbegeerte. Oké. Nou goed, dus het is allemaal niet zo erg. En ach, oké, goed. Alinea 2. Maar goed, het toontje vind ik wel leuk. Maar goed,
Er hoeft niet veel te gebeuren om opiniemakend Nederland de kenniseconomie weer eens dood te laten verklaren. Ja, die kenniseconomie, daar hadden we het in de eerste tekst ook over, waarin Bas Heijnen zei, ja, die kenniseconomie die gaat geen antwoord geven op die grote ethische vragen. Oké. Het gebeurt dus vaker. Ja, er hoeft niet veel te gebeuren om de kenniseconomie weer eens dood te verklaren. Rob Wijnberg, dat is dus een van die opiniemakers, beweert dat denken te duur is geworden. Bas Heijnen schrijft dat de zogenaamde kenniseconomie op de grote vragen van onze tijd geen antwoord heeft. Ja, dat hebben we gelezen. Ook, opsomming, Floor Rusman, de derde, ziet het als een probleem. Vooral de opkomst van de robots plaatst ons voor grote vraagstukken die uiteraard niet kunnen worden opgelost door ingenieurs. Die zouden daar niet de juiste sociale en creatieve vaardigheden voor hebben. Daar hebben we geesteswetenschappers voor nodig. Nou, dat is natuurlijk ironie. Ja, want zij vindt natuurlijk juist dat ze wel de juiste sociale vaardigheden en dat ze ook creatief zijn en dat geesteswetenschappers daar echt niet voor nodig zijn. Ja, dus zij verwoordt hier wat die opiniemakers zeggen. En dat doet ze op een beetje een grappige manier. Kunnen uiteraard niet opgelost worden door ingenieurs. Die zouden niet de juiste sociale en creatieve vaardigheden hebben. Nee, daar hebben we geesteswetenschappers voor nodig. Dat zeggen dus de opiniemakers. We gaan naar alinea 3. En die geesteswetenschappen, die gaan ten onder, als je de columnisten van dit land mag geloven. Ja, dat hebben we inderdaad gelezen in de vorige twee teksten. Heijnen schrijft, de huidige regering lijkt volkomen in de ban van de idee van technologie als motor van de economie. Alles wat niet instrumenteel gebruikt kan worden, geldt als onnuttig, als overbodige luxe. Ja, dat staat letterlijk in tekst 1 van dit examen. Nu wil ik natuurlijk niet de vervelende beta uitgehangen. Maar ja, ik wil niet vervelend doen, maar nou, dan gaat ze het dus juist wel doen, hè? En allerlei materiële zaken erbij gaan halen. Wat bedoelt ze daarmee? Kom ik zo op terug. Maar in ons resultaatgerichte, koelbloedige, materiële onderwijssysteem studeren er nog altijd 4 keer zoveel studenten geschiedenis als natuurkunde. Hey, geschiedenis is alfa, natuurkunde is beta. Filosofie heeft nog altijd meer studenten dan wiskunde. Filosofie alfa, wiskunde beta. Voor elke chemicus, beta, staan er nog altijd 10 geschiedkundigen, alfa, en 2 filosofen in de rij om alle nieuwe technologie in de juiste context te plaatsen. De geesteswetenschappers zijn niet bepaald aan het opraken, kun je concluderen. Dat is de conclusie. Maar het is wel grappig. Ze zegt dus, ik wil niet de vervelende beta uithangen met en allerlei materiële zaken erbij halen. Materiële zaken. Ik denk dat ze gewoon keiharde cijfers bedoelt. Ja, want vervolgens komt ze inderdaad met keiharde cijfers, waaruit dan blijkt dat er veel meer studenten, alfa-studenten zijn en ook geesteswetenschappen, dan beta-studenten. Dan geeft ze er niet bij waar ze die cijfers vandaan haalt, maar goed. Lijkt me stug dat ze hier liegt in het NRC. Goed, de conclusie. De geesteswetenschappers zijn niet bepaald aan het opraken. Ofwel dat die opiniemakers roepen, oh, de geesteswetenschappen gaan ten onder. Nee, onzin. Kijk naar de cijfers. Prima. Dat kleine groepje studenten dat nog scheikunde studeert in dit land, is ook precies zijn dus maar weinig scheikundestudenten, is ook precies de reden dat de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Delft en Universiteit Leiden het besluit namen om de opleiding samen te organiseren. En niemand die de ondergang van de kenniseconomie voorspelde toen dat gebeurde. Oftewel, nou, bij de beta, bij de scheikunde, gebeurde eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ja, ze hadden niet meer, alle universiteiten hadden niet meer allemaal een eigen faculteit. Nee, ze gingen samen 1 studierichting organiseren. En toen schreef niemand, oh, de kenniseconomie, weet je wel, kenniseconomie. Dus tegenovergestelde van, zeg maar, die filosofische geesteswetenschappen. Oh, de kenniseconomie gaat ten onder. Wel, nee, daar krijg je er geen haan naar. Oftewel,
De samenvoeging van beta-studies was geen probleem. Opiniemaker Nederland maakte zich daar niet druk om. Alinea 4. Het ergste intussen is dat het erop lijkt dat de meeste opiniemakers toch echt in academische hokjes denken. Academische hokjes. Waarin alle opleidingen en alle onderwijsgroepen netjes binnen de lijntjes van hun eigen vakje kleuren. Neem het voorbeeld van. Nou, dat is dus een voorbeeld. En dan gaat ze dat waarschijnlijk duidelijk maken van het denken van die academische hokjes. Even zien. Neem het voorbeeld van zowel Rusman als Heine over de geesteswetenschappers die grote vragen dienen te stellen over de opkomst van robots in de arbeidsmarkt. Ze gaan in hun columns uit van een wereld waarin de contactgestoorde ingenieur een technologie bedenkt, de bedrijfskundige die naar de markt brengt, de geschiedkundige daarover dan een aantal oude koeien uit de sloot trekt en de filosoof aan de zijlijn over het hele gebeuren een aantal grote vragen stelt. En vergeet ook vooral niet dat die ingenieur dus aan al die mensen moet uitleggen wat precies de mogelijkheden, de toekomst, de gevaren en de alternatieven van de technologie zijn op een manier die begrijpelijk is voor iemand die zijn gehele studie heeft doorgebracht op het eenzame eilandje wijsbegeerte. Om die communicatie te begeleiden heb je een leger van communicatiewetenschappers nodig. Gelukkig zijn er voor elke wiskundige 4 communicatiewetenschappers beschikbaar, dus dat moet goed komen. Nou, dat is wel een super grappige weergave van academische hokjes. En natuurlijk waanzinnig overtrokken. Ja, je hebt alleen die expertise, dus je doet alleen dat. Je hebt alleen die expertise, dus je doet dat. Nee, dat is natuurlijk onzin en het overdrijft ze niet voor niks. En alinea 5 kopt hem even in. Alinea 4 is de voorzet, alinea 5 is de score. Maar, tegenstelling, zo werkt de wereld niet. Ingenieurs, heel vreemd, denken zelf ook na. Dat is best leuk. Nee, ingenieurs zijn niet alleen in hun eigen kleine vakje bezig met het uitvinden van nieuwe technologie. Nee, ze denken zelf ook na. Gek, hè? Scheikundigen beginnen zelf bedrijfjes. Wiskundigen starten zelf YouTube-kanalen. Biochemici nemen zelf regelmatig beslissingen of iets ethisch verantwoord is of niet. En wat natuurkundigen bedenken zelf wat hun bevindingen over de relativiteit van energie, tijd en materie betekenen voor de mentale vragen over het bestaan. Dus die techneuten zijn ook filosofisch bezig. Ze zitten dus niet in die hokjes zoals dat werd beschreven in alinea 4. En die robot? Terwijl de filosofen op hun eiland in Rotterdam gedachte-experimenten uitvoeren over de mogelijkheid dat robots ooit autonoom kunnen functioneren, sleutelen ingenieurs 15 kilometer verderop daadwerkelijk zo'n revolutionaire robot in elkaar. Ja, dus die geesteswetenschappen doen alleen maar gedachte-experiment en de techneuten die doen het echt. Als je, zoals Rusman en Heine, wilt dat geesteswetenschappers en wijsgeren iets betekenen voor de maatschappij, dan had je die faculteit filosofie niet gisteren, maar al 10 jaar geleden moeten opheffen. Ze concludeerden eigenlijk gewoon precies het tegenovergestelde. Dan moet je de bezuinigingen bij geesteswetenschappen toejuichen, omdat de grenzen tussen studies erdoor vervagen en er in Amsterdam misschien zelfs een brede bachelor ontstaat. Dus precies het tegenovergestelde. We moeten dat aparte vakje filosofie niet in leven houden. Nee, we moeten het juist incorporeren in andere studies. Maar eigenlijk moet je verder gaan dan dat. Verder. Dus niet alleen gewoon opheffen zodat het geïncorporeerd wordt. Nee, ze doet er nog een schepje bovenop. Gek voorstel. Maar misschien moet je eens aan de geesteswetenschappers vragen om in de trein te stappen richting Delft, Twente, Eindhoven. Daar zitten de technische universiteiten. Want daar vinden boeiende dingen plaats. Oftewel, ze zeggen, hou op met dat hokje, stap uit dat hokje en verdiep je gewoon in wat er verder nog gebeurt.
Eigenlijk is dat super grappig. Hoewel ik zelf filosofie best interessant vind, maar ja, slimme vrouw, die Rosanna Herzberger. Nou, laten we eens kijken eerst naar die vragen die echt horen bij deze tekst. Nou, vraag 15. Volgens mij hoeven we het daar nauwelijks meer over te hebben. Ze sluiten aan bij de actualiteit. Ze zeggen, ophef in Alphaland. Oh, de studiefilosofie wordt opgegeven. Oeh, dat is er echt aan de hand. Nou ja, dat hadden we eigenlijk van tevoren al kunnen bedenken. Dan, 16. Dan moeten we wat preciezer zijn. Waarom zijn de in tekst 3 opgevoerde opiniemakers en columnisten volgens deze tekst tegen de voorgenomen reorganisatie en sluiting van enkele faculteiten filosofie? Nou, waarom zijn zij daartegen? Nou, volgens de tekst vinden ze dat A. De huidige beta-wetenschappers moeten leren om zelfstandig de grote vragen te stellen en te beantwoorden. Nee, ze heeft net al uitgelegd dat ze dat al doen. Ja, dat die hokjes, dat dat niet klopt. Dus ze doen dat zelf al. Oké, dus A is niet goed. B. De huidige bezuinigingen op de geesteswetenschappen leiden tot de teloorgang van de kenniseconomie. Nee. Die kenniseconomie, dat kon die columnisten en opiniemakers juist helemaal niks schelen. Die waren negatief over die kenniseconomie. Dus die gaan echt niet schrijven van, oh jee, de kenniseconomie gaat ten onder. Nee, juist niet. C. De huidige regering, alle wetenschappers schrapt die gelden als onnuttig en overbodig. Nou, dat zie ik helemaal nergens staan eigenlijk. Wel in een van de vorige teksten, maar... Nou, en dan D. Ja, die blijft over, want die anderen zijn er niet. De huidige technologische ontwikkelingen door geesteswetenschappers geduid moeten worden. Ja, en dat klopt. Want als je kijkt naar regel 30, regel 35. Ja, alinea 2 aan het eind. Daar hebben we geesteswetenschappers voor nodig. Ja, dat zeggen Rob Wijnberg, Bas Heijnen en Floor Rustman. Dus D is gewoon keihard het goede antwoord. Goed, 17. Zij zegt dus, de faculteit filosofie wordt afgeschaft. Dat is niet zo erg als het lijkt, niet zo kwalijk als het lijkt. Noemen er 4. Nou, toen we net al lazen in alinea 1, zagen we daar eigenlijk al meteen 2. Nou, sterker nog, volgens mij kun je er zelfs 6 vinden. Want als we even gaan naar regel, nou, 6 tot en met 8, dus dat... het is niet zo erg, want je kunt nog steeds filosofie studeren in Rotterdam. En de tweede die we in alinea 1 hadden gezien, dat was in regel 12 tot en met 15. Van binnen een straal van 100 kilometer vind je, rond Rotterdam vind je 7 andere opleidingen filosofie. Dus dat maakt het allemaal ook niet zo erg. Nou, waarom is het ook niet zo erg? Nou, kijk eens naar 58, 59. Er zijn nog genoeg geesteswetenschappers. Ja, die zijn niet aan het opraken. Er zijn er genoeg, dus het is helemaal niet erg. Geesteswetenschappen gaat helemaal niet verloren. Oké. Nou, dan, oh ja, dat hele stukje van regel 60 tot en met 69. Ze zeggen van, nou ja, het is helemaal niet zo erg, want scheikunde werd ook samengevoegd. En toen kraaide er geen haan naar. Dus waarom zou het dan wel erg zijn voor filosofie, voor geesteswetenschappen? Dat is een argument op basis van vergelijking. Nou, dan het vijfde argument dat je had kunnen vinden. Dat was van, ja, het is helemaal niet zo erg dat dat opgeheven wordt, want de techneuten die denken zelf ook al na over ethische vraagstukken. Dus die hokjes, die zijn er helemaal niet. En dan het laatste stuk is van, ja, dan zegt ze eigenlijk die omgekeerde conclusie van, ja, het is allemaal niet zo erg, want ja, als je ze juist opheft, dan vervagen die grenzen ertussen. Krijg je juist een brede bachelor, wordt het geïntegreerd. Dat is toch juist mooi? Dus dat had je allemaal kunnen antwoorden. Ik heb voor het overzicht, als je aan het meekijken bent, ook even het
antwoordmodel ernaast gezet. Ja, kijk maar. Goed, ik kan gewoon verder gaan, want als je langer wil kijken, kun je dit filmpje gewoon op pauze zetten. Niet waar? Vraag 18. Welk kopje past het best boven alinea 4 van tekst 3? Even kijken. Alinea 4, oh ja. De opiniemakers denken in academische hokjes. En nou, er komt die hele grappige uitschrijving van die heeft die expertise, dus die doet dat. Die heeft die, dus die doet dat. Die kan die. Oké, dat zijn echt die hokjes. Even kijken hoor. Het best boven alinea 4 van tekst 3. De overbodigheid van geesteswetenschappen. Nee, dat staat er niet. B, het belang van het stellen van grote vragen. Nee, dat ook niet. Waar komt dit vandaan? C, opkomst en implicaties van de robot in de arbeidsmarkt. Zitten we wel in de goede tekst? Hetzelfde ding uit tekst 1. Even zien hoor. D, over de grenzen van het eigen vak heen kijken. Ja. Nou, dat gebeurt dan nog niet in alinea 4, maar als je een kopje boven alinea 4 zet, dan kan die ook nog gelden voor alinea 5 natuurlijk. Dus 4 en 5 samen. En dan gaat het inderdaad om uit die hokjes treden. Oké, over de grenzen van het eigen vak heen kijken. Dus D is gewoon het goede antwoord. Nou, dan 19. Een mening die tegengesteld is aan de opiniemakers en columnisten en dan ironisch taalgebruik en dan moet je 7 woorden of woordgroepen zoeken waaruit blijkt dat ze ermee spot met dat hele verhaal. Nou, dat zijn er echt ontzettend veel. Heeft geen zin om dat in de tekst helemaal door te nemen, dus ook hier zet ik gewoon even het antwoordmodel neer. Kijk er maar even naar. Zet me op pauze als het te snel gaat, want ik ben toe aan de laatste vraag bij deze tekst en dan komen nog de overkoepelende, dus hou nog even vol. Geef een samenvatting van alinea 5. Nou, dan moet ik even snel kijken hoor. Alinea 5. De wereld werkt niet zo. Ingenieurs die denken zelf na. Dan allemaal voorbeelden van de scheikundige doet dit, wiskundige doet dat, biochemicus doet dat. Oké, dus ze denken zelf na. Dan een verhaaltje over, ja, terwijl de geesteswetenschappen gedachte-experimenten doen, doen de techneuten het echt. Dus eigenlijk moet je juist die geesteswetenschappen opheffen, zodat er integratie komt. En sterker nog, eigenlijk moeten die geesteswetenschappers gewoon eens gaan kijken bij de technische studies in Delft, Twente en Eindhoven. Nou, even kijken hoor. Hoe kan ik dat dan goed formuleren? In ieder geval dat die beta-wetenschappers niet in hokjes denken. Ja, want die hokjes, daar gaat het om. Alinea 4 was een heel verhaal van, we hebben volgens de opiniemakers hebben hokjes, maar in 5 is dat niet zo. Nou, je zou bijvoorbeeld dit kunnen opschrijven. Beta-wetenschappers denken niet in hokjes. Geesteswetenschappen moeten bij beta-wetenschappers komen kijken. Stiekem zijn er nog veel meer mogelijkheden, maar dit zijn die twee hoofdzaken. Ja? Oké, en dan komen er nu overkoepelende vragen. Dus over tekst 1 en 2 en 3. En dat is best pittig. Nou, daar gaat hij. Vraag 21, zet je schrap. In tekst 1, tekst 2 en tekst 3 worden de geesteswetenschappen en hun betekenis voor de wetenschap en de samenleving besproken vanuit verschillende invalshoeken. Betekenis voor de wetenschap en samenleving. Geef voor elk van die teksten afzonderlijk aan. Oké. Vraag 21 bestaat uit, of levert 3 punten op. Dus waarschijnlijk alles wat ik voor elke tekst zeg, levert 1 punt op. En dan staat er, geef voor elk van de teksten afzonderlijk aan wat voor rol erin wordt toegekend aan de geesteswetenschappen. Dat betekent dus dat ik die rol van die geesteswetenschappen bij elke tekst moet noemen. Nou, bij tekst 1 moet je dan vooral kijken naar het begin van alinea 4. Namelijk dat we filosofie, geesteswetenschappen nodig hebben om grote ethische vraagstukken te kunnen beantwoorden. Nou, dat is aan het begin van alinea 4.
de rol van de geesteswetenschappen grote ethische vraagstukken beantwoorden die voortkomen uit technologische ontwikkelingen. Oké. Bij tekst 2 zit je ergens in de laatste alinea. Halverwege de laatste alinea. Want daarin wordt gezegd van, oh ja, als we niks doen en die geesteswetenschappen verdwijnen, oeh, dan gaat er van alles mis. Onze kennisinfrastructuur wordt uitgehold, ons cultureel erfgoed wordt verkwanseld en taant de toekomstige kwaliteit van wetenschap, overheid, diplomatie, politiek en media. Oftewel, daarvoor is de geesteswetenschap belangrijk. Dus daar moet ik dat noemen. En bij tekst 3 kun je het iets vrijer formuleren. Met name in de laatste alinea natuurlijk, want meestal in de laatste alinea staat de hoofdzaak. Maar eigenlijk komt het er gewoon op neer dat Rosanne Herzberger zegt, beta-wetenschappers hebben geesteswetenschappers niet per se nodig. Oké. Geesteswetenschappers zijn dus niet per se nodig. Dan, vraag 22. Noteer de nummers van de 4 thema's die ook in tekst 3 aan de orde komen. Dus we hebben hier 6 thema's. Die staan in tekst 2. En 4 daarvan komen ook voor in de tekst van Rosanna Herzberger. Nou, laten we eens even kijken. 1. De externe effecten van opleidingen. Nou ja, dat klopt wel. Dat komt er ook in voor. Want ze heeft het ook over het maatschappelijk belang van technische uitvindingen. En dat daarover nagedacht wordt. Dus dat zit erin. 2. De subsidiëring van grote opleidingen. Nee, ze heeft het niet over de overheid die geld steekt in opleiden. Nee, daar heeft ze het niet over. 3. Het belang van geesteswetenschappen. Ja, daar heeft ze het wel over. Alleen ze zegt, dat valt wel mee. Maar ze heeft het er dus wel over. 4. Het gebrek aan politieke beroering. Politieke beroering. De hele politiek en ook de subsidiëring door de politiek, zoals bij punt 2. Daar heeft ze het helemaal niet over. Dus dan moeten 5 en 6 wel goed zijn. Laten we even kijken of dat echt zo is. 5. Het geringe aantal studenten bij opleidingen. Ja, want ze heeft het over die harde cijfers. En ze heeft het over de weinige scheikunde studenten. Ja, heeft ze het over. 6. Het mogelijk verdwijnen van kleine opleidingen. Ja, dat noemt ze in alinea 1. En ook die scheikunde dus, dat verdwijnt. Oké, dus 1, 3, 5 en 6 zijn de goede antwoorden. Vraag 23. We zijn er bijna. Oh ja, 23 en 24. Zijn allebei wel belangrijk om een andere reden dan puur het antwoord. Let alsjeblieft even goed op. En dat terwijl studies met grote externe effecten dreigen te verdwijnen door een gebrek aan publiek geld. Publiek geld is dus geld van de overheid. Dus de overheid die geld geeft aan de opleidingen. In bovenstaand citaat uit tekst 2 wordt een algemene ontwikkeling gesignaleerd die in tekst 1 wordt gespecificeerd. En let nou op, citeer uit alinea 6 en 7 van tekst 1, dus die tekst van Bas Heijnen, de zin waarin die specificatie is vervat. En let nou op, de zin. Op het moment dat je hier een stukje van een zin citeert, ook al is het van de goede zin, is het niet goed. Je moet echt citeren van hoofdletter tot punt. Je hoeft niet per se de hele zin over te nemen. Je mag ook gewoon de eerste 2 woorden en de laatste 2 woorden met een paar puntjes ertussen. Dat is ook prima. Maar niet een stukje van de zin. Of per ongeluk 2 zinnen. Ja, daar moet je ook even alert op zijn. Want ook al zit de goede zin daarbij, je krijgt gewoon geen punten. De zin betekent gewoon 1 zin die je moet citeren. Nou, en over welke zin hebben we het dan? We hebben het over de zin 122 tot en met 127. Nou ja, en als je die leest, dan zie je ook dat het inderdaad om geld gaat. Lees maar. De Erasmus Universiteit heft binnenkort de faculteit filosofie op, omdat te veel studenten filosofie als bijvak nemen en de universiteit daarvoor geen geld van de overheid krijgt. Geld van de overheid
publiek geld. Dat is dus de juiste zin. Dan, vraag 24. Uit tekst 2 en tekst 3 blijken volstrekt verschillende opvattingen over de reorganisaties van de geesteswetenschappen. Ja, de een vindt juist dat ze moeten blijven bestaan en de ander zegt van, ah joh, hef ze op. Ja, dan worden ze gewoon geïntegreerd in andere opleidingen. Citeer uit alinea 4 en 5 van tekst 3 het zinsgedeelte. Het zinsgedeelte. Dus als je nu een hele zin citeert, van hoofdletter tot punt, ja, en ook al doe je dat met puntjes, weet je wel, eerst twee woorden, laatste woorden, dan is het gewoon fout. Zinsgedeelte, je mag dus niet een hele zin citeren. Als je dat wel doet, jammer. Ook al zit het zinsgedeelte erin, het levert gewoon niks op. Oké. Citeer het zinsgedeelte dat in dit opzicht het sterkst contrasteert met de strekking van tekst 2. Ja, dat is natuurlijk gewoon die laatste conclusie. Wel ja, dan moet je juist die opheffing toejuichen. Even kijken hoor. Ja, dat is dan regel 130 tot en met 132. De hele zin is, dan moet je de bezuinigingen bij geesteswetenschappen toejuichen en dan de rest mag er niet bij. Omdat de grenzen tussen studies erdoor vervagen en er zelfs in Amsterdam misschien zelfs een brede bachelor ontstaat. Dat hele stukje omdat, de reden waarom, dat mag er niet bij. Ja, als je dat toch doet, heb je gewoon simpelweg geen punt. Nou, en dan komen we bij de laatste. Een schemaatje bij tekst 2 en 3 met elkaar vergeleken worden. Nou, en dan kun je gewoon echt jatten uit de tekst. Laten we maar eens kijken. In tekst 2 en tekst 3 worden ontwikkelingen in het onderwijsbeleid besproken die de geesteswetenschap raken. Beide teksten stellen een hoofdprobleem aan de orde, wijzen de veroorzaker ervan aan en bieden een oplossing. Dus probleem, oorzaak, oplossing. Dat is standaard met een probleemstructuur. Geef voor elk van de teksten aan wat het hoofdprobleem is, wie de veroorzaker ervan is en hoe dit probleem kan worden opgelost. Neem daartoe de cijfers uit het onderstaand schema over. Nou ja, goed, ik heb het gewoon even hier ingeplakt. Nou, en als we dan even naar alinea, of naar tekst 2 gaan. Ja, die zeggen juist minder economie, meer filosofie. En nou, wat is volgens hen het hoofdprobleem? Nou, er wordt radicaal gesneden in de geesteswetenschappen. Dat is regel 11 en 12 bij alinea 2. De veroorzaker van dit probleem, wie doen dat snijden, waar komt dat door? Nou, en dan zijn de schuldigen, de universiteitsbestuurders en Haagse beleidsmakers. Nou, die staan in regel 45, 46. Nou, en de belangrijkste oplossing, over het algemeen staat een oplossing aan het eind van de tekst. En dat is natuurlijk hier ook het geval. Dus dan ga je kijken, oplossing. Ja, dat was dat advies, weet je nog? Verminder daarom de overmatige subsidies op de opleidingen die het makkelijk redden in de markt. Oftewel, dat is regel 162 tot en met 164. Daarvan jat je uit de tekst je goede antwoord. Dan komen we bij de tekst van Rosanna Herzberger. Het hoofdprobleem is het denken in academische hokjes. Tja. En wij weten wie dat deden, namelijk de opiniemakers, ja, dus zeg maar regel 71, en columnisten kun je er ook bij noemen. En hoe kun je dat dan het beste oplossen? Nou ja, heel simpel, denk niet in die hokjes, oftewel, ga gewoon eens kijken bij die beta-studies. Ja, en dat staat helemaal aan het eind. 138, 139. Goed. Zo, dit was een enorme kluif. Maar ik doe het graag voor jullie. Zeker in deze rare tijden. Ik ben kapot. Ik hoop dat jullie hier ontzettend veel aan hebben. Ik dank jullie voor jullie aandacht.